Hi tweeling, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van Amandela. En deze week is het voor week nummer 31. En dat is van maandag 29 juli tot en met zondag 4 augustus. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het tweeling alsof deze week een week is waarin je het heel belangrijk vindt dat je gevoelens goed uitgesproken worden. Je vindt het belangrijk dat er een bepaalde verbinding is. Dat kan met een geliefde zijn, dat kan met familie zijn, het kan zelfs met een huisdier zijn. Maar het is een stukje waarin je echt een bepaalde verbinding voelt. Waarbij je echt het gevoel hebt ontzettend dankbaar te zijn dat je die band hebt met die persoon. Het kan zelfs een stuk zijn voor het werk, dat je je daar echt neer voelt strijken op een bepaald punt. Dat je echt denkt van dit hoort bij mij. Het is een stukje wat vanuit jezelf komt. Het is een stukje waarbij je die verbinding met anderen in ieder geval heel graag wil maken. En ik heb het idee dat je er gewoon van geniet en ook echt even op die plek wil blijven. Je wilt dus niet een bepaalde verandering doorvoeren. Je wil er vooral van genieten en vooral van het moment dat die verbinding zo sterk is, lijkt je gewoon ook echt even flink van op te bloeien en enorm sterk van in je schoenen te gaan staan. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. Ik wens je sowieso een super fijne week.